Vanavond hier live op de speelplaats is Indian Askin. Hey jongens, ik vroeg me af, hè. Hoeveel sigaretten, pakken kattenvoer en Jägermeister zijn er eigenlijk doorheen gegaan voor het maken van deze plaat? Dan te veel. Ja. Nou, echt heel veel. Maar waar komt kattenvoer vandaan? Wie is dat? De kattenliefhebber? De producer heeft katten. Heel veel. Maar wat is veel? 7. 70. Het was een opname bootje, toch? Op een boot? Het is een woonboot, ja. Hoe zit dat precies? Hoe moet ik me dat voorstellen? Een soort muziekfabriek. Er staat gewoon allemaal apparatuur. De grootste ruimte daar is gewoon de studio, basically. Nou, maar het is super relaxed. Het zal een spannende week zijn deze week, want het is release week voor Indian Askin. Het debuutalbum wordt As We Speak nu op luisterpaal.nl neergezet. Morgen komt hij officieel uit. Zaterdag is de release show in Bitterzoet Amsterdam, waarvoor je nu kunt sms'en hier met die kaarten. Maar ik kan natuurlijk ook alvast wat laten horen. Ik ga bijvoorbeeld Kegel even laten horen. Als het me lukt zo hier. Zou je denken, hè? Ik had het helemaal klaargezet. Maar dat speelt hij nou net even niet. Ik heb hem ook niet op mijn telefoon. Nee, ja, ik heb hier een telefoon ermee. Oh. Maar ik ben een beetje aan het kloten. Nou, weet je wat? Ik doe gewoon eerst even een andere track. Want deze die kun je natuurlijk kansen. Deze die ken je al veel op 3FM gedraaid. Answer. Hier begon het allemaal mee. Met natuurlijk de fascinerende regel dat je een paling in je broek hebt zitten die wel een ei verdient. En de broek ging ook uit op Noorderslag deze show. Maar er staan 45 shows, geloof ik, op komst voor Indian Askin komende zomer. Ja, zoiets. Ja, lekker. Lekker veel spelen. Ja, precies. We houden de tel niet bij zelf, maar het zijn er heel veel inderdaad. Volgens mij gaan jullie helemaal gek deze zomer, of niet? Mm-hmm. Volgens mij ben ik heel blij als ik het heb overleefd. Ja? Ja. Maar dat is wel een beetje ook waarvoor die het doen, toch? Spelen, nog eens een keer spelen. Precies. Ja, sowieso. Ja. Dat is wel het ding. Ik ga eens even kijken of de telefoon het nu doet inmiddels met K-Hol. Gaan we eens even testen. Kijk, hij gaat niet lopen, hè? Ja, we denken dat er een output is, maar dat is niet zo. Dan moet je de plaat maar kopen. Ja, dan moet je de plaat maar kopen. Ja, heb je ook gewoon helemaal gelijk in ook. Ik zit hier gewoon een beetje voor lul met dat ik hier van alles nog wat wil draaien. Laat ook maar ook. Echt, jongen. Intelligent interview, hè? Het spijt me, jongens. Ik had zulke goede dingen in gedachten voor jullie om het over te gaan hebben. Oh ja. Ja. Maakt niet zoveel uit. Nou, sorry. Hey, wat ik wel graag even wil weten, jullie gaan zo meteen Island spelen, hè? Mm-hmm. Met een super weird gitaarthemaatje. Ja. Waarin je dan zingt dat je bedolven bent onder shit in een oceaan van shit. Ja. Wanneer is dat geschreven? 2013. Oh, zo even geleden. Dat is ja, bijna alles op de plaats, vet oud. Weet je ook nog wat er toen was gebeurd of niet? Nee, ik weet wel dat ik de douche kon zien. De douche kon zien? Ja, terwijl ik aan het opnemen was. Dus dat was de grootste inspiratiebron. En ik had geen zin om op te staan. Dus ik was best wel vies. Dat stink. Lui. Maar ik schrijf ook maar wat op, hoor. Is het echt niet echt situatieschetsen, maar verschillende dingen bij elkaar bij jullie dan? Ja, het is gewoon wat er in me opkomt op het moment dat ik aan het opnemen ben. Wat je vet vindt. Ja, bijvoorbeeld. Wat gek random shit. Maar ja. Ze zeggen wel eens dat als je moeilijke dingen beschrijft, weet ik veel, een of andere relatie die kapot gaat of zo, dat het heel lastig kan zijn om daar dan later dag in dag uit over te moeten zingen. Ja. Daarom zingen we over shit. Nou, ja, precies. Hey, opgelost! Nou ben ik er klaar mee. Ja. De muziek doet het niet. Jullie pesten me. Ga ook weer in hemelsnaam maar spelen hiernaast. Ja, okay, doen we.